Hallo mensen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Pokémon Go update. Er is een update geweest, maar liefst 12 december. En heel veel mensen hadden er eigenlijk meer van verwacht. Ze hadden eigenlijk al verwacht dat gelijk de gehele Gen 2, de nieuwe 100, ruim 100 Pokémons er zouden zijn. Maar helaas zijn die er nog niet. En er was wel een nieuwe release update natuurlijk. En dat is dat je baby Pokémons kan hatchen door middel van eieren uit te laten komen. Er zijn maar liefst 7 baby-Pokémons, waaronder Togepi, Pichu, Magby, Elekid, Kleffa, Iglybub en Smoochum. En wat is nou eigenlijk een baby-Pokémon? Want veel mensen vragen zich af. Je hebt bijvoorbeeld Pichu en Pichu komt net voor Pikachu. Dan heb je natuurlijk Raichu. Dus eigenlijk de eerdere Pokémons, de kleinere variant van de Pokémon zelf. En ja, er gaan geruchten rond dat je alleen op het moment Togepi en Pichu alleen kan krijgen. Er zijn nog wel andere ook gevangen, maar ze zijn nog niet allemaal gespot, dus ik ben in ieder geval nieuwsgierig. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het ook een beetje teleurstelling vond, want ik wil nu natuurlijk ook al die nieuwe Pokémon. Het begint een beetje lang te duren, we willen natuurlijk andere Pokémon vangen. En ik heb vannacht ook een Pikachu gevangen met een kerstmutsje. Ik ben vannacht gewoon serieus om 10 of om 6:15 mijn bed uitgegaan. Ik lag in bed, ik kon niet slapen, ik startte mijn Pokémon op. Om te kijken of er al wat nieuws was of geüpdate of dat er iets bij was gekomen. Maar nee, nog steeds niet. Dus ik, maar toen spande inderdaad die Pikachu in. Dus ik ging kijken waar ik hem kon vinden. En ik ben er eigenlijk heel snel naartoe gegaan. En nu heb ik hem toch gevangen. Dus ik heb Pikachu met een kerstmutsje gevangen. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook hier rechts in het beeld of in dit beeld gezien. En ja, wat wil ik nu dus eigenlijk gaan doen? Ik zit nu, zoals jullie zien, in een parkje. Mijn haar is nog een beetje nat, het is een beetje mistig. Er zijn heel veel mensen omheen. Die rijden overal een beetje langs, maar daar laat ik me niet van afleiden. Ik zal nu even mijn Pokémon Go app erbij pakken. En gelijk eigenlijk als je hem opstart, zie je ook al een nieuwe update plaatje. Van ja, gewoon met betrekking tot kerst. En dat is natuurlijk ook super gaaf. En als we gelijk inkomen, ik span gelijk eigenlijk bij Pokestop. Ik zal hem gelijk eventjes draaien. En ja, wat is er eigenlijk nieuw? Wat was er sowieso al nieuw? Het is sowieso al nieuw dat als je ergens op klikt op een Pokémon en je klikt op de stapjes, dat je kan zien waar je hem kan vangen. Dat is natuurlijk super handig. Zo heb ik natuurlijk ook Pikachu vannacht gevangen. Maar waar we echt natuurlijk nu voor kijken is natuurlijk voor de X. En ik wil natuurlijk X uit laten komen. Zo zien jullie natuurlijk ook dat ik heel wat ijs heb die ik vandaag uit ga laten komen. In de hoop dat ik Togepi of Pichu krijg of misschien wel andere Pokémon. Daar ben ik in ieder geval nieuwsgierig naar. En als we verder gaan kijken, kunnen we ook zien dat ik Ditto al heb gevangen. En dat was eigenlijk puur per ongeluk gegaan. Er spande een Pidgey in en die had ik gevangen. Daarna spande er dus eigenlijk nog een Pidgey in. En ik gooide een bal, maar die bal die ontweek die, dus die lukte niet. Dus ik sloot hem eigenlijk af met mijn duim. Maar ik gooide dus per ongeluk tegelijkertijd met mijn duim. Terwijl ik de app afsloot, ook een bal. Dus ik dacht shit, dus ik zei al tegen Jan van... Ja, ik heb al een bal gegooid, dus ik moet terug. Dus ik ging terug en ik zat eigenlijk niet op te letten. En toen had ik opeens een Ditto. Dus daar ben ik natuurlijk ook blij mee. En ja, deze Pikachu met het kerstmutsje, die doet het hem natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook nog veel meer geruchten. Want bij die 100, ruim 100 nieuwe Pokémons heb je natuurlijk ook gewoon nog Eevee-evaluaties. Eevee kan je het in heel veel verschillende Pokémons evalueren of evolven. En je hebt dus ook Espeon en Umbreon. En het schijnt dat daar een of andere Easter Egg voor is. Net zoals natuurlijk dat je de namen invulde. Dat er een bepaalde tijd, dat is wat ze denken, dat je 's nachts de een kan vangen of evolven. En... in de middag of in de ochtend weer de ander. Ik heb echt geen idee, maar dat moeten we natuurlijk ook kijken als er nieuwe Pokémon uit zijn en als we ze kunnen evolven. Maar ja, jullie hadden natuurlijk net mijn eitjes gezien, dus wat ga ik doen? Ik ga een stukje lopen en ik ga op zoek naar Togepi, Pichu en nieuwe Pokémon en dan zullen we het zien. Nou, ik weet niet wat het is met al die Pikachu's met kerstmutjes, maar ik zat nu te kijken en er zit er gewoon weer eentje in de buurt. Het is een stukje lopen, eens even kijken. Ik ben natuurlijk daar. Maar het is die kant op lopen, dus ik denk in ieder geval dat ik wel op zoek ga naar die Pikachu. Dan heb ik natuurlijk nog een extra kerstmutsje. Of een Pikachu met een kerstmutsje, dus we gaan er naartoe lopen. Ik liep er naartoe en voordat ik het eigenlijk net was, kreeg ik dus de melding dat de Pokémon weggevlogen was. Dus ik weet niet hoe lang het duurt voordat Pikachu wegspant. Ik denk eigenlijk dat hij er wat korter staat dan de andere Pokémon. Dus ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe lang het duurt voordat Pikachu uitspant. Ik denk dat hij er niet heel lang staat, omdat het natuurlijk een speciale
Pokémon is natuurlijk met de kerstmuts. Maar aan het reactietijd te zien, ik was er binnen een minuut en ik heb hem gewoon niet gevangen. Dus als je hem ziet, zorg dan dat je snel bent, net zoals dat ik vannacht was. Nou, de eerste vier eitjes die gaan uitkomen. Ik hoop natuurlijk op Togepi of Pichu of een van de nieuwe baby Pokémon. Dus ik klik erop. Ook niet dat het tegenvalt. En we krijgen, we krijgen een Vulpix. Komt natuurlijk mooi uit, want ik wil nog steeds graag Ninetales hebben. Ik heb nog steeds Vulpix als mijn buddy. Gaan we door naar eitje 2. Succes met je eitjes. Oké, daar heb ik niet veel aan. Daar heb ik al heel veel van. En ik ben eigenlijk ook niet heel erg weg van die Pokémon. Komt het derde eitje. Gaan we eens kijken. Maar wat gaan we krijgen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Oké, daar heb ik ook al zoveel van. Ik wil natuurlijk een nieuwe Pokémon. Dus dit is voor nu eventjes onze laatste kans. Ik weet zelf, ik ga er natuurlijk ook niet van uit dat ze voor het oprapen liggen. Maar ik hoop natuurlijk wel, deze is op zich nog best wel oké. Ik hoop natuurlijk wel dat we iets bijzonders eruit gaan krijgen. Nou, wat hebben we als volgt gekregen? We hebben natuurlijk geen bijzondere Pokémon gekregen. Vulpix, Magnemite, Staryu en een Machop. En dit zijn de eitjes voor nu. Het zijn, 2 kilometer eitjes, 2 5 kilometer eitjes. Dus die zetten we aan. Ik heb er natuurlijk nog een hoop. Dus ik ga voor nu eventjes Pokestops draaien. In de hoop dat ik ook eitjes krijg. En ik heb natuurlijk incubators nog over. Dus dan zet ik ze gelijk aan. Er spant zojuist een War Turtle in. En die laten we natuurlijk niet liggen. Ik heb zelf nog niet eens Blastoise. Hij is level 17 maar. Dus ik probeer het gelijk. Oh shit, hij slaat hem gelijk weg. Ik probeer het gelijk met de normale Pokeball. Dus hopelijk vang ik hem. Yes, ik heb hem. Kijk hoeveel candy. Hoeveel candy heb ik? Oké, ik heb 43 Squirtle candy. Dus ik mag nog wel eventjes doorsparen. Want het is natuurlijk 100 om een Blastoise te krijgen. Ik sta rustig in de steegje en er komen 2 kilometer eitjes uit. Dus we hopen natuurlijk op de goede. En als eerst komt eruit. Oké, dat is natuurlijk iets minder, maar we hebben natuurlijk een tweede kans. Komt er nog één uit? Klik erop. Oké, Squirtle. Een Squirtle heb ik natuurlijk nog wat. Dat is natuurlijk extra candy voor een Blastoise. Maar nog steeds heb ik gewoon 50 candy nodig. En ik heb misschien 4 Squirtles of zo over die ik moet transferen. Dan heb ik natuurlijk extra candy. Maar niet wat ik wilde. Dus we gaan even verder kijken. De Pokestop daar kan ik pakken. We hebben nog 4 eitjes die uitkomen. En ondertussen, als ik nog meer weet te pakken uit Pokestops, dan kan ik er meer uithalen. Nou jongens, het begint een beetje donker te worden. Er komen wel nog wat eitjes uit, maar die ga ik in ieder geval nu opnemen. Dus die neem ik op en die laat ik straks thuis dan zien. Nou, ik ben weer thuis. We zijn inmiddels een paar uur verder. En ik begin eigenlijk gelijk met hier in beeld met de eitjes die ik voor jullie heb uit laten komen. En natuurlijk ook voor mezelf. Wie weet zit er wel eens goed in. Wie weet zit er wel gewoon helemaal alleen maar bullshit Pokémon in. Maar dat zullen we vanzelf zien. En wat vind ik eigenlijk van de nieuwe update? Ik heb zelf persoonlijk nog niet echt veel van de nieuwe update meegemaakt of gemerkt in ieder geval. Ik denk dat dat in de loop der tijd wat meer Pokémon's bijgekomen en weet ik veel wat allemaal. Maar ik heb natuurlijk wel Pikachu met een kerstmutsje. Ik ben hem tegengekomen, ik heb hem al een keertje gevangen. En ja, het idee van de Pokémon uit laten komen met eitjes vind ik op zich best wel geinig, als ik gewoon eerlijk ben. Want je gaat nu eigenlijk gewoon weer meer bewegen. Sommige mensen doen natuurlijk langzaam rijden in de auto, dat is natuurlijk best wel gevaarlijk. Maar het is ook wel weer goed, want je ziet het nu net. Ik heb net een fiets gepakt en ik ben net gewoon een heel stuk wezen fietsen. Gewoon alleen maar om wat eitjes uit te laten komen. En het werkt gewoon, ik heb gewoon een stuk gelopen. Ik heb echt heel veel kilometers gemaakt, want ik heb ook heel veel eitjes uit laten komen. Dus dat is natuurlijk wel gewoon een pluspunt. Het is wel wat frisser buiten, dus dat is weer wat minder. Daar moet ik ook wel gewoon eerlijk in zijn. Maar ja, ik wil eigenlijk gewoon dat we gewoon eigenlijk de Pokémon kunnen vangen. Dat je het uit een eitje kan krijgen is wel gewoon een nieuwe toevoeging. Maar het is natuurlijk veel leuker als je gewoon alle gen, gewoon de nieuwe gen, gen 2, gewoon alle Pokémon gewoon lekker kan vangen. Dat je ze gewoon random op straat tegenkomt. Dat ze gewoon random inspannen. Zodat je ook gewoon weer lekker veel bij je Pokédex toe kan voegen.
En dat vind ik gewoon wel jammer. Dus ik hoop dat het er wel aan gaat komen. Ik denk dat ze dat ook wel gaan doen. Want je hebt natuurlijk ruim 100 Pokémon met 84 nieuwe moves, wat ik gelezen had. En het begint vanaf Chikorita tot Celebi. Dus dat zijn echt wel heel veel Pokémon. Dus ja, ik zal ook eventjes mijn telefoon erbij pakken. Hij is weer lekker, gaat weer lekker aan. Leuk, vrolijk schermpje moet ik toch nageven. En ik ga eigenlijk gelijk naar mijn Pokémon toe. Als we gewoon, want de eitjes zijn natuurlijk al klaar. Als we nu gewoon gaan kijken, dan zien jullie ook dat ik inderdaad veel Slowpoke, Squirtles en weet ik veel wat heb gevangen. Vandaar heb ik veel Squirtles uit mijn eitje gekregen. En ja, die Pikachu. Pikachu blijf ik natuurlijk doen. Dat hebben jullie natuurlijk in het begin van de aflevering al gezien. Ik ben daar gewoon echt super blij mee met Pikachu. En dat ik Ditto eerder deze week had gevangen, dat is natuurlijk ook heel erg vet. Maar ja, wat kan ik over zeggen? Ik baal natuurlijk wel dat ik geen Togepi of Pichu heb gekregen. Maar ik heb natuurlijk ook wel weer wat eitjes nog over. Nou, het zijn er twee maar liefst. Dus ik moet weer eitjes gaan sparen en dan ga ik natuurlijk weer verder. Want ik wil graag Pichu of Togepi hebben. En er zullen veel meer Pokémon bij toegevoegd worden. Het zijn natuurlijk nu de baby Pokémon die je uit eitjes kan krijgen. Maar langzamerhand zullen veel meer Pokémon eraan toevoegen. Ik wil ook nog eventjes aan jullie laten zien wat mijn sterkste Pokémon zijn. En dat is de Rhydon 2243 en daarna komt een Arcanine van 2030. Het valt op zich nog wel mee en ik hoor het mensen veel vaker zeggen. Maar ja, weet je, ik heb alles gewoon netjes, gewoon eerlijk gedaan. Ik heb niet gehackt, ik heb met niks gecheat. Dus ik ben er gewoon heel blij mee. En ik heb nog steeds als buddy deze Vulpix, wat ik eerder al zei. En ik ben level 24 op een kwart ongeveer. Dus weet je, het schiet allemaal wel gewoon op. Dus ik ben er in ieder geval blij mee. Jullie hebben dus mijn beste Pokémon's weer gezien. En de Pokémon die ik net uit mijn eitjes heb gekregen. Dus ik vind het alweer weer leuk geweest, jongens. Dus ik zou zeggen, gooi eventjes in de reactie welke Pokémon jij deze week hebt gekregen. Heb jij misschien wel een Pichu of een Togepi of ook een Pikachu met een kerstmutsje of een andere bijzondere Pokémon gekregen? Gooi het dan in de reacties en dan ga ik er weer vandoor en dan zeg ik tot de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!